alle neuzen zijn er in Odichem naartoe gericht. Dat wij weer zo snel mogelijk in een situatie van volledige werkgelegenheid komen. Wij hadden het geluk dat we naast Deventer en Hilversum zijn aangewezen als experimenteergemeente. En dat gaf ons de unieke kans om weer nieuwe, eenvoudige banen te creëren. We hadden al stadswachten, parkeerwachten, fietsenbewakers, conciërges in alle flats, prullenwachten bij de papieren, de glasbakken. Daarnaast hebben we nu sinds een tweetal weken de praatjesmakers. En de praatjesmakers opereren 2-aan-2, komen de leefbaarheid van Odichem zeer ten goede. Omdat ze een gevoel van geborgenheid geven en veiligheid en een zekere warmte aan de inwoners van Odichem. En die praatjesmakers die... die zijn bezig. Hallo, hoe gaat het ermee? Alles goed? Hallo, alles goed? Hallo, hoe gaat het ermee? Zeker. Een prettige dag verder, hè? Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè? Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè? Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder. Hallo, alles goed? Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè? Alles goed? Hallo, alles goed? Ja, thuis ook alles goed? Prettige dag verder. Hallo, alles goed? Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè? Omdat deze praatjesmakers overwegend ongeschoolde werklozen zijn, konden wij ze natuurlijk moeilijk omscholen, want waar begin je dan? Dus wat we nu gedaan hebben is ze een korte basistraining geven in het bijbrengen van sociale vaardigheden, in het maken van praatjes. En gewapend met die sociaal-verbale kwaliteiten, hoe gaat het met u, thuis ook alles goed, een prettige dag verder, gaan ze de straat op. En het moet natuurlijk wel bij het maken van een praatje blijven, want voor een diepergaand gesprek is eenvoudig geen tijd. Daar hebben we nog te weinig, vooralsnog te weinig praatjesmakers voor. In Odichem. Hallo. Alles goed? Thuis ook alles goed? Thuis ook goed? Prima. Prettige dag verder. Prettige dag verder, hè? Prettige dag verder. Hallo. Alles goed? Prettige dag verder. Thuis ook alles goed? Prettige dag verder, hè? Prettige dag verder. Alles goed? Hallo, alles goed? Thuis ook alles goed? Thuis ook alles goed? Alles goed? Hallo. Alles goed? Alles goed? Prettige dag verder, hè? Prettige dag verder. Thuis ook alles goed? Dus wij moeten niet langer star blijven geloven in ons eigen beide heilige boeken. Nee, we moeten die boeken verloven en komen tot één nieuwe godsdienst. Nou, dat hebben wij gedaan. Wij stichten een nieuwe wereldgodsdienst, namelijk de chrislaam. De chrislaam. En de chrislaam zegt, wij zijn alle mensen van één portiek. Juist. En wij leven volgens de beste regelen uit beide boeken.